Abiant Lycurgus is er niet in geslaagd de laatste 16 in de strijd om de Challenge Cup te bereiken. Gisteren werd ook het thuisduel tegen het sterke Fakkel Novi Urengoy verloren. Voor zo'n 800 toeschouwers ging de ploeg van coach Arjan Tai met 3-0 onderuit. Twee weken terug werd in Rusland al met 3-1 verloren. De Russische ploeg uit Siberië was ook in Groningen net een maatje te groot. Lycurgus speelde een prima wedstrijd, maar verloor in straight sets met 25-19, 25-23 en 25-23. Ik denk dat we uitstekend gespeeld hebben vandaag. Op alle fronten hebben we eigenlijk een ontzettend hoog niveau gehaald. Maar hij speelt gewoon tegen een ploeg die ook gewoon verschrikkelijk goed kan volleyballen. En dan moet je soms een beetje geluk hebben. Ik kan mijn eigen ploeg daar niet zoveel verwijten vandaag. Weet je, we hebben gewoon ontzettend goed gespeeld en op ons niveau gewoon goed gespeeld. Ja, en dan verlies je hem uiteindelijk op kleine dingetjes en dat zit wel in kwaliteitsverschil, ja. De ervaren Wietse Kooistra probeerde zijn ploeg op sleeptouw te nemen, maar kon het verlies niet voorkomen. De 2,10 meter lange aanvaller speelde een uitstekende wedstrijd. Hij vond dat Lycurgus kansen had laten liggen. Als je ziet de standen, dan hadden we er ook wel een setje kunnen pakken, denk ik. Met name die tweede set glippen ze ons toch net een beetje weg aan het eind van die tweede set. En ja, dat is, op dit niveau heb je die ruimte niet. Dus een beetje teleurgesteld natuurlijk. Je weet gewoon dat het bijna onmogelijk is tegen dit soort teams. Maar overal hebben we goed gespeeld, denk ik. Dan komen we nog steeds tekort. Ja, dat is ook een kwaliteit van tegenstander. Na het verlies van de tweede set was de uitschakeling een feit. Urengoy wisselde enkele spelers, maar trok ook de derde set naar zich toe. De nummer 2 van Rusland, met een budget van 10 miljoen, is van een niveau dat je maar zelden in Nederland te zien krijgt. Ik vind het wel mooi om tegen dit soort teams te spelen. Het is natuurlijk echt heel gaaf als je in dit soort teams mag meelopen als speler zijn. Dat is gewoon hoe goed het geregeld is en hoe goed het spel staat en zo. Dan wordt het ook voor iedereen weer makkelijker eigenlijk. Eigenlijk is het voor ons gewoon moeilijker, omdat je net qua systeem en kwaliteiten net wat tekort komt. En als ze om je heen allemaal beter is staan, dan ga je daar wel in mee. Des te knapper is het dat we zo dichtbij zijn, denk ik. Na twee wedstrijden tegen Russische tegenstanders is het Europese avontuur voorbij. Je kunt zeggen, we hebben een ongelukkige loting met de kwaliteit. En tegelijkertijd hebben we ook gewoon twee ploegen getroffen die ontzettend veel kwaliteit hebben. Waar je jezelf ook aan kan meten. We hebben in de eerste wedstrijd twee Olympische kampioenen gezien. We hebben vandaag 2, 3, 4 talenten gezien die op termijn het nationale team van Rusland spelen. Ja, weet je, daar moeten we ook gewoon intens van genieten en we moeten heel blij mee zijn. Dat hebben we gewoon in Groningen wel gezien. Van beide geniet ik ontzettend. Van hun, van de reis en ook van de kwaliteit van het spel. Het is jammer dat we niet door kunnen in Europa. Want met dit team en met dit spel zouden wij gewoon heel veel Europese teams het knap lastig kunnen maken. Zaterdag speelt koploper Lycurgus thuis voor de competitie tegen Rivo Rijssen.